Goh, ja, ik denk dat we de eerste helft een paar goede kansen creëren. Een paar, ja, met de penalty dan een stekende kans hebben. Ik denk dat als we daar één of twee goals kunnen maken, dat we de match gespeeld hebben. Maar nu missen we al die kansen. En dan weet je dat het moeilijk wordt. En dan kom je de tweede helft de kleedkamer uit op de verkeerde manier. En dan word je in elk duel overpowered. En ik denk dat een fout is van ons gewoon. Ja, de gemoederen liepen hoog op. Het was een vrij agressief spel. Ja, inderdaad, maar dat kun je verwachten van zo'n wedstrijd. Ik bedoel, Mechelen is een vrij agressieve ploeg. En wij kunnen er natuurlijk, normaal gezien zouden we daar ook tegenover moeten kunnen staan. Maar ja, vandaag hebben we dat gewoon niet gedaan. En dan zie je dat je tekort komt in zo'n wedstrijd. Het wordt nog een paar weken knokken, want ja, 32 punten. De laatste heeft er maar 23. Ja, dat is vrij close. Ja, inderdaad. Het zal moeten van nog één match minimum te winnen. En ik denk dat we daar ook wel in gaan slagen. We gaan zeker ons best doen. Ja, het zal knokken worden, maar ik heb er vertrouwen in. Het is een jonge ploeg, STVV, maar ja, er zit wel veel mentaliteit in de ploeg. Ja, ik denk het wel, dat iedereen gedreven is om te bewijzen dat hij klaar is voor dit niveau. En ik denk dat de leeftijd op dat moment dan niet zoveel uitmaakt. Dat we gewoon allemaal gaan zo goed mogelijk ons best doen. En dat komt er ook soms uit, maar ja, als de tweede helft van vandaag zo gaan we het niet moeten bedrijven.